Wel, de situatie in Italië blijft alle aandacht opeisen. We hebben gezien dat de financiële markten zich toch al zenuwachtig maakten de voorbije weken. Rondom de twee anti-establishment partijen, die, zoals het er naar uitzag, een nieuwe regering gingen vormen. Vandaag komt dan het nieuws dat president Mattarella zijn veto stelt tegen de nieuwe minister van Financiën. En dus zou je kunnen zeggen dat de Italiaanse regering al gevallen is nog voor ze van start ging. Wat moeten we daar nu van denken? Wel, het luidt zeker een periode van onzekerheid in. Dat waren we voor een stuk al gewend. De grote vraag voor mij is wat dit gaat geven naar mogelijk nieuwe verkiezingen in september. En dus zou je kunnen zeggen dat de nieuwe verkiezingen meer als inzet voor de euro zullen fungeren. Hoe zullen de Italianen stemmen? In zekere opzicht wordt het een stem over de euro. En dat is niet comfortabel, omdat vandaag slechts een kleine 60% van de Italianen gewonnen zijn of voorstander zijn van die euro. Als je dat afzet tegen de cijfers voor België, Nederland of Duitsland, die allemaal rond de 80% cirkelen, dan is dat toch nog altijd iets om ons zorgen over te blijven maken. Wel, de situatie in Turkije is toch al langer precair. We weten dat Turkije kampt met een zeer hoge inflatie, met zeer hoge financieringsbehoeften op korte termijn, dus korte termijn schulden in vreemde munt dan nog, en een tekort op de lopende rekening. En dus in een context waarbij de dollar versterkt, waarbij de interestvoeten hoger oplopen, en de Amerikaanse centrale bank geneigd is om haar monetaire beleid verder te verstrekken, ja, doet dat vragen rijzen. En Turkije is nu een van die slachtoffers, zeker met een aantal bizarre economische uitspraken van Erdogan. Ja, dat maakt dat Turkije vandaag in de schijnwerper staat in opkomende landen. De vraag is, in hoeverre is dit problematisch voor de hele opkomende landengroep, zal ik maar zeggen. Maar dat is een beetje raar, omdat er heel veel verschillen zijn tussen die opkomende landen. De situatie is vandaag niet zo alarmerend als vroeger. Bijvoorbeeld op het einde van de jaren 90, waar je een algemene panieksituatie had. Of in 2013, waar ook de vlam in de pijp sloeg. Dat hebben we vandaag niet, denk ik. De Amerikaanse Centrale Bank gaat eerder geleidelijk door met het verstrekken van die rente. En de risico's blijven vandaag beperkt tot een tweetal landen, Turkije en Argentinië. Zuid-Amerika in zijn geheel moet toch nog in het oog van de camera's blijven staan, omdat je nog verkiezingen hebt in Brazilië, Mexico en Colombia.